pannenkoek of vrede? Hallo allemaal, we zijn hier bij de intocht van Sinterklaas op het OBS Padland. Gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Hallo allemaal, we gaan kinderen interviewen en vragen wat ze over de Zwarte Pieten discussie vinden. Wat vind jij van de Zwarte Pieten discussie? Nou, eigenlijk vind ik het niet leuk, want Zwarte Pieten moeten toch wel een soort zijn. Ik vind alles best, ze mogen van mij alle kleuren van de regenboog zijn. Het maakt mij helemaal niet uit welke kleuren Pieten zijn, ik vind het allemaal goed. Wat zo mooi is aan Nederland is dat we al 70 jaar in vrijheid leven. En onze mening mogen geven, ook bij de Zwarte Pieten discussie. De Sint is weer terug in Spanje en moet zich altijd even melden bij de eindbaas, die alle politieke beslissingen neemt in Europa. Dit jaar is de Sint gespannen, omdat de vrijheid van meningsuiting ervoor heeft gezorgd dat groepen mensen tegenover elkaar komen te staan bij de discussie over kleur van de pieten. Sinterklaas, moeten we het vertellen over het probleem in Nederland van de Zwarte Pieten discussie? Beter niet toch? Want de eindbaas is niet altijd in een goed humeur. Ik denk dat we het wel moeten vertellen jongens, kom op. Hey, dat lijkt paashaas wel. Hey paashaas, wat is er? Ik kom net bij de eindbaas en daarna is echt niet meer goed in meer. Succes! Binnen! Welkom Sint, heb je nog iets nuttigs te vertellen? Ja, Bas, het gaat niet zo goed met Nederland. Dit jaar zijn we alle kleuren van de regenboog, maar... We krijgen nog steeds commentaar. Er is gewoon nog steeds een Zwarte Pieten discussie in Nederland. Wat? Maken die volwassenen ruzie over het Sinterklaasfeest? Er kan ook nooit iets goeds gaan in dat kleine rotlandje. Als je gekleurde pieten meeneemt, is de ene helft boos. En als je Zwarte Pieten meeneemt, is de andere helft weer boos. Ongelooflijk! Ja, baas. Ik weet ook niet meer wat we kunnen doen. Weet je wat? Ik ga het land overnemen. Ik laat ze zien wat echt de problemen zijn. Zijn ze nou helemaal besodemieterd? De leerlingen van OBS Het Padland zijn een beetje zenuwachtig, omdat de geruchten gaan dat de eindbaas het land gaat overnemen. Zometeen komt de eindbaas op tv en die gaat zo een persconferentie geven. Ja, het wordt ook overal live uitgezonden. Ik ben benieuwd wat hij te zeggen heeft. Beste inwoners van Nederland, vanaf nu per direct neem ik heel Nederland in. Er zullen een paar veranderingen komen. Vanaf nu worden alle tradities afgeschaft, zoals Sinterklaas, Kerstmis, geen verjaardag meer, geen cadeaus, geen Sint Maarten meer, geen cake met koffie, geen blokjes kaas, geen beschuit met muisjes, geen klederdracht en klompen. Gemeente Volendam bestaat niet meer. Kortom, alles wat leuk in Nederland is, gaat weg. En we hebben nog zo ons best gedaan om een mooi filmpje te maken over vrije meningsuiting. En nu lijkt het wel of we weer teruggaan naar het tijdperk van de Tweede Wereldoorlog. Vreselijk lijkt me dat leven zonder vrijheid. Nou, het begint er wel lekker op te lijken, hè? Lekker weer. Een jaar later weet bijna niemand meer wat vrijheid betekent. Leerlingen van het Padland spreken af op een geheime plek. Het gaat de verkeerde kant op met Nederland. Ja, maar we moeten eerst een plan bedenken dan. Ja, dat is waar. Maar wat wordt het plan? Ja, de gevangenissen zitten overvol en er is bijna geen eten. Ja, maar de enige die er invloed op heeft, dat is de eindbaas. En waarschijnlijk wil die er niks aan doen. We moeten naar de eindbaas. Er is geen andere optie. Hoe komen we daar binnen dan? Wacht, kunnen we ons niet gaan verkleden als belangrijke personen? Ja, als Sint en Piet. Geniaal idee! Ik hoop maar dat hij niet herkent dat wij niet de echte zijn. Ja. Binnen! Sinterklaas, wat moet je?
Ben je niet blij dat je vervroeg komt met pensioen? Ja, eindbaas. Ik kom eigenlijk even praten over Nederland. Praten over Nederland? Wat is er met dat kleine rottige landje? Ze hebben nu al een paar jaar straf. Waarschijnlijk hebben ze hun lesje nu wel geleerd. Oh ja, en wat kun je daarvan weten? Nou, voordat jullie de macht hadden overgenomen, hadden de kinderen van het OBS Het Platteland een film gemaakt. Een film over vrijheid van meningsuiting. Oh ja, laat me zien dan. In de film ziet de eindbaas dat kinderen vrijheid van meningsuiting heel waardevol vinden. Maar dat ze ook weten dat je bij bepaalde onderwerpen goed rekening moet houden met de gevoelens van een ander. Zoals bij de Zwarte Pieten discussie. Oftewel, de kinderen weten heel goed hoe het moet. Oké, misschien hebben de mensen in Nederland wel hun lesje geleerd. Ik ga ervoor zorgen dat de vrijheid van meningsuiting weer terugkomt. Het is gelukt!